hangen van toevalligheid aan elkaar. Ik had de 3 scriptieonderwerpen op de rol staan. En nummer 1 was de invoering van de inkomstenbelasting in het kabinet Pierson. Dat een interessant probleem, want mag dat hebben. Er is heel veel protest tegen dat het schandelijke belasting was. Inkomstenbelasting. Maar er was een eerdere discussie in Engeland geweest onder Pitt Jr. over de inkomstenbelasting. Dus ik dacht, wat was interessant. Dus ik ging naar Bovenland, een andere hoogleraar toen. En die zei, er is al een artikel over. Ja, dat is typisch Nederlandse geschiedschrijver. Er is al een boek over Napoleon, daar moet je niet aan doen. Er is alles wat geschreven over Adolf Hitler, dus dat gaan we nou niet doen. Mijn tweede onderwerp was dat natuurlijk de Duitse bezetting een rubbel was geweest voor Nederland, maar dat ik me niet kon voorstellen dat ze ook niet een paar dingen goed hadden gedaan. Zoals bijvoorbeeld de nationalisering van het ziekenfondswezen. Er waren in Nederland tientallen kleine ziekenfondsen. En dat hebben zij tot een beperkt aantal teruggebracht. Ze hebben de kinderbijslag ingevoerd. Andere dingen die je natuurlijk niet weet, maar dat lees je nooit betogen. En toen zei die docent waarbij ik dat aankondigde, dat ik dat wel zou willen doen, zei hij, als je dat doet, dan begeleid ik jou niet. Ik garandeer, je wordt een paar jaar in historische kringen. Ja, nou, ik ook een zin in. Nou, een beetje eigenwijs is leuk, maar als je dan gewezen wordt, dat is weer minder leuk natuurlijk. En het derde onderwerp was het begin van de Koude Oorlog. Althans, de discussie die daar door het historiografen over gevoerd werd. Dat heb ik tenslotte gedaan. Mij van de Duncan was enorm tevreden over. Je hebt het net voorgelezen, ik ben cum laude afgestudeerd. Ja. Van cum laude gepromoveerd, ik zeg het er maar even bij. Want er bleef dus één al komen. Ik heb dus farmacie gedaan, ik was wel goed in de B-wetenschappen. Dat kostte mij niet veel moeite. En dat zijn in het algemeen aanzienlijk intelligentere mensen dan in de alfa. Meestal zeker de veel alfa-wetenschappers zijn op het afvalputje van de academische vorm. Ja. Of het niet meer voor de kopstuk. Nee, dit zijn alleen maar witte. Ik had een halfjaartje geschiedenis gestudeerd. Nou, als ik dus de farmacie was vertrokken. Ik was enorm slecht op practicum, dus ik dacht, er gaat nooit iets worden met mij. En toen dacht ik, na een half jaar geschiedenis, dacht ik, ah, dit is een zegen op aarde. Ik hoef geen flikker te doen. Ja, ik had jarenlang beweren dat ik studeerde, terwijl ik met 2 dagen de week ben ik er wel mee klaar. Dus ja. Ik heb 5 dagen overhaal om detective om alles te lezen. Detective om alles, ja, is dat? Ja, ik heb mijn hele studententijd genre literatuur gelezen. Ja. Detectives, thrillers, science fiction, het is zo gek te verzinnen. Ik heb nog een pakhuis thuis als iemand geïnteresseerd is. En dan hoor je detectives, ik was vol gelukkig met een auteur vond die al 30 boeken had geschreven, maar waar nog niks van afgelezen. En wie was uw favoriet van de detectives? Van de detectives? Dat was het te zeggen. Thrillers, dat weet ik meteen, met Lionel Davidson. De Roos of Tibet, dat moet u lezen, dat is de beste thriller die ik ooit heb gelezen. Om te horen, ook aangrijpen, kan je dat zeggen. Ooit voor Lionel Davidson? Nee. Nou, die heeft allemaal mogelijke prijzen gewonnen. Maar als u toch aan hem begint, het zijn allemaal knappe boeken, allemaal thrillers. Begin dan met de Roos of Tibet. Het loopt slecht af, dus dat is ook rollig voor een thriller. Maar Erik Embler is ook een geweldige thriller. Ja, die is wel wat beroemder, geloof ik. De Masker op de Bibliotheek, of wie heeft het niet gelezen, zou ik zeggen. Ja, wie heeft het niet gelezen? Eén persoon heeft het niet gelezen. Oh, je heeft het wel gelezen. Oh, heel leuk. Ik zie de rest heeft het niet gelezen. Steeds een vinger in mijn zijn steken ding, want als het niet gelezen heeft, zal ongetwijfeld een exemplaartje bestellen. Goed, en verder in uw studententijd. Was u lid van het koor? Want dat daar... Ja. Ja? Ja, ik ben koorlid geweest. Echt waar? Ja, van die stelde op een hoge prijs. En mijn opa, die in Delft de president van de Senaat was geweest, die zei hij zou voor enige extra financiering zorgen als ik koorlid zou worden. Ja. In verband met de aanschaf van feestkleding en dat soort van dingen. Dus dat ben ik geworden. En ik dacht inderdaad aan een half jaar is het mogelijk dat ik lid ben geworden van een vereniging die alleen als volledig krankjoren kan worden beschreven. Ja. Ja, ik ben toch lid gebleven. Ik heb in de redactie van het blaadje gezeten. Ik heb in de almanak redactie gezeten. En bleek er toch bij nadere studie wel een man of 15 te zijn die ook wel eens een boek hadden gelezen met wie je normale conversaties kon voeren. Zonder dat ze meteen aan je begonnen te trekken en te duwen. Maar
het is een hele rare wereld. Al die stukken in de krant over die koren. Ja, misstanden. Zou het niet moeten worden opgeheven eigenlijk? Zo langzamerhand? Nee. Kijk, nee? Ik heb al verteld, als ik met mijn broer praat vanavond, dan hebben we meestal na drie kwartier ongeveer vrijwel alles afgeschaft in Nederland, waar Nederland gek op zijn. Grote, grote onderdelen van het publieke televisieprogramma, zelfs spreken de hele commissie. De hele commissie is er meteen uitgelaten, dat er natuurlijk onder worden verboden. En nou ja, zo gaat het maar door. Ja. En dan zouden we de commentaar zeker ook verbieden. Maar daarom is het zo goed dat mijn broer en ik wel een zwaar raar TV-programma hebben, maar niet de baas in Nederland zijn. Dus ik laat het bestaan. De mensen worden vrijwillig lid. Vaak weten ze toch niet precies de jongens. Het zijn meestal zo van huis uit uit de provincie. Ja. Dat is het. En vaak is Paal lid geweest. Nou ja, in mijn geval. Dus ik had helemaal massa's. Als ik lid van Unitas was geworden. Nou, ik heb ook voor jou als partijtje zouden eigenlijk genomen. Ja, knorren, dat was het ergste wat er in de wereld bestond. Ja, maar het ontspoort natuurlijk wel steeds worden. Nou, toen wel. Ja. Als er regelmatig invechten van de buitenlandse corporaties was, dan stond er altijd een ambulance in de steek. Ja, ja. Nou, dat is heel normaal. Er is een enkel brak op een soort bloedneus gehaald. Anders in een zware schade raakte. Maar kon je alles wel op handige wijze wel aan snappen, dat was niet zo moeilijk. Mm-hmm. Want het was zo, er was een speciale ruimte voor de attestfeuten, dat was iedereen met gebrek, zoals hij zegt. Ja. En het was zo dat als je je schoen verloor in de sociëteit, die lag vol met gebroken glas, en mm-hmm. tegenwoordig ook plastic, heel lekker plastic, grote glazen hebben ze, waar je überhaupt niet kunt drinken. Maar als, dat, dan, dus als je je schoen verloor in het gevoel, dan mocht je bij de attestfeuten gaan zitten. Aha. Dus ik keek het even aan en dan na minuten vijf gooide ik mijn schoen de zaal in en dan ging ik bij dat testfeuille zitten. Want dat was dat veel leuker. Dat kan ik nu wel onthullen. Ja, onthulling. Kan dat hier een van de groepcommissarissen van toen aanwezig is, die is buitengewoon klein. En anders moet hij zich even melden. Ja, u bent dus een groepcommissaris geweest? Nee. U bent niet goed verstaan, begreep ik? Nee, ik heb de onthulling. Oké, we moeten echt iets zeggen met die. Ja, dan is het zo goed. Dan moet ik hem vasthouden. Zo beter? Ja, die fasing over de corporaties. Daar ben je ook niet voor gekomen, toch? Ik ben voor de literatuur gekomen die ik nooit geschreven heb. Nee, dat was ook wel een vraag. Wanneer komt de eerste roman van Maarten? Nooit. Nee. Omdat je natuurlijk voor een roman echt met de billen bloot moet, dan heb je daar geen zin in. De werkelijkheid bedient niet voldoende spot of af en toe iets leuks te schrijven. Maar ik heb nooit de enige ambitie gehad om een roman te schrijven. Echt nul. Wat zei W.F. Hermans, je mag wel een roman schrijven, dan moet je heel genre vernietigen. En dat vond ik wel een goed advies. Nee, dus ik vind het heel leuk om romans te lezen, maar ik ga niks zelf schrijven. Nee. Dan kan ik ook even niet goed genoeg voor schrijven. En wat zijn uw favoriete auteurs? God almachtig. Als je een bekende vraag welke vijf boeken neemt u mee naar een onbelangrijk land? Ja, mag ook. Ik neem een computer met de satellietcontact mee naar een onbelangrijk land. Zodat ik alle digitale boeken van Amazon gewoon op het eiland kan lezen. Maar goed, laten we. Ik heb net gelezen van Perec. Het leven een gebruiksaanwijzing. La vie mal d'un point. Wat een bepaald nogal experimenteel boek is, maar ik kan natuurlijk warm aanbevelen. Het is echt geweldig. Het is een geweldig boek. Elke avond lees ik een stukje en elke avond denk ik van, ik ben benieuwd wat we nu hebben. Je kunt ook een hele opzomming krijgen van huishoudelijke apparatuur met alle details erbij. En wat je ermee doen kunt, dat kan ook. Maar er staan magistrale soort van mini-romans in. Die vaak apenspannend zijn of ontroerend, of dat je denkt van, check je nee. Het is lekker dik, het is gewoon 1000 pagina's of zo. Zo. Ik heb kort geleden gelezen, ik moet een beetje reclame voor die vertalingen maken. Bij Frans is onvoldoende om Perec te lezen, zeker als je weet hoe complex het boek eigenlijk is. En ik hou van doorlezen. En dat gebeurt zelfs als ik toch moet zoeken, dan kan je al heel snel beginnen naar de band te kijken van hoe ver moet ik nog. Ik begin stukjes over te slaan en dan is er echt een zak van. Ik heb gelezen die nieuwe verstaande van Anna Karenina.
waar de taal ook een buitengewoon aardig essay over heeft geschreven, wat begint met waar gaat Anna Karenina eigenlijk over, en daar staat, dat gaat eigenlijk nergens over. En dan, dat is een heel treffende opmerking, omdat natuurlijk eigenlijk dat hele drama met Anna die onder de trein valt, stamt, maar dat wordt denk ik midden gelaten hoe dat zit. Dat is helemaal niet het belangrijkste. Er staan bijvoorbeeld 6 bladzijden in dat hij met een Zeiss gras gaat maken. Want de hoofdfiguur is een idealist en die wil samen met zijn boeren wil die het agrarische werk doen. En ze zijn bezig lang gras te maaien. En dan denk ik, ga meemaaien. Want ik denk, dat kan ik best, dat is hartstikke makkelijk met een Zeiss gras maaien. Maar dat valt toch tegen. Ja. En hij beschrijft 6 bladzijden lang het maaien van gras met een Zeiss. Niet dat ik u wil aanbevelen dat nu te gaan doen, maar die beschrijving is ronduit geniaal. Dan weet je ook dat een groot schrijver ook over het zakkerste onderwerp een fantastische passage kan schrijven. Terwijl een mindere schrijver ook over de meest fantastische onderwerpen, daar kan hij de boel grondig verpesten. Ja, ik ben lid van een leesgezelschap, daarom lees ik die dikke boeken. Want normaal gesproken heb je ze in de kast staan en denk je, ik moet het toch eens lezen. Moet ik een keer, dat Moby Dick, dat moet je nou toch een keer doorheen. Dat is een meesterlijke roman. Het is een meesterlijke roman. En bovendien is het geestig. Ik neig nu ook naar de theorie dat alle grote schrijvers geestig zijn. Echt waar. Zelfs Thomas Mann is geestig, nou vooral in het begin, later gaat het wel erg vanaf, maar in het begin is de Boedebox is een heel geestig boek. Daar komen 2 tantes in voor. Ik begrijp ook niet dat er niet al lang een Thomas Mann kookboek is. Ik heb niet zelden zulke ingewikkelde maaltijden zo liefdevol beschreven gezien als in Boedebox. Nou, af en toe zien we die tantes. Ja. Dus ik kan, ja, later is het. Nou, misschien, weet ik, dat is ook nog wel heel leuk om te lezen in Toverberg. Hoewel dat maar schijnt een hele vrije betaling is. Ik vond, moet ik er weer door? Ja, ik had er nog één gedacht. Het zijn allemaal boeken die je sowieso moet lezen. Die Berde Brechtgommel is de magnifiek en bovendien uiterst geestige boek. Als er even een hoofdfiguur is een speldje van de NSDAP per ongeluk inslikt en daardoor doodgaat, dan hoe kom je op het idee? Dat is een komische scènes die ik ooit gelezen heb. Want de rest, na de oorlog, dat is allemaal maar even gek eigenlijk. En 100 jaar eenzaamheid, waarvan ik ook dacht dat Latijn zijn ook Engelse gelul. En alle gefabuleerden, alle mensen die dood zijn en toch weer terugkomen. Nee, geweldig. Het is een meesterlijk boek. Ja. Maar ja, als u die allemaal leest in de komende tijd, dan bent u even bezig. Ja. Ja. En geen Amerikaanse auteurs? Ja, God, nee, Updike, 4 delen met Rabbit. Dat is als u een beeld wil hebben van de jaren 50, 60, 70, 80, lees dan Rabbit. Wie heeft ooit gelezen van een hoofdpersoon die Toyota dealer wordt en mislukt? Ja, dat zijn zoon, die volgt hem op als Toyota dealer en dan raakt dat de drugs. En dan komen de Japanners, die komen kijken en dan pakken ze de dealership af. Ja. Dat is geweldig. Ja, ik heb het nooit gelezen zelf. Want Amerika, daar wou ik even naartoe. Maar God, je hebt zoveel ontzettend leuke Amerikaanse boeken. Ja, want hoe is die belangstelling van u voor Amerika? Ja, hij heeft net gehoord dat als het aan een hoogleraar had gelegen, dat ik nooit iets aan Amerika gedaan zou hebben. Want dan had ik eens een show over de inkomstenbelasting geschreven, dat ik een mooi onderwerp vond. Of eventueel over die Duitsers die iets goeds gedaan hadden, wat natuurlijk niet een modieus onderwerp is. Maar geleidelijk aan, als je naar Chemnitz kijkt, wordt het tijd dat dat ook eens aan de orde wordt gesteld natuurlijk. En daar schijnen ze wel weer de Hitler goed te brengen. Dus dan misschien was ik daar wel precies in. Hoe ben ik eraan gekomen? Nee, dat komt een beetje door dat werkcollege over de Koude Oorlog. Dat speelde wel een rol. Wat er een enorme rol speelde en iedereen min of meer vergeten is de Vietnamese oorlog. Je was enorm gepassioneerd over die Vietnamese interventie, die natuurlijk steeds groter en mislukter was. En nou ja, misschien is toch wel het startpunt even volkomen toevallig dat ik bij de vroegere winkel van Kemink, ze waren toen nog niet gefuseerd en hadden niet al die boeken over honden en katten bij de poort liggen. Het was toen nog een normale boekhandel, zou ik maar zeggen. Zodra ze dus een groot deel van de voorraad over huisdieren en yoga gaat, dan weet je hoeft niet meer te komen. Dan is de volgende de bliksem.
of Ethiopische godsdienst of nou ja, onbeschrijfelijke flauwekul waar mensen hun levenstwijfel ophangen. En want we hebben net weer natuurlijk gehoord dat je een doel in het leven moet hebben. Ik heb helemaal geen doel in het leven nooit gehad. Nee, echt niet. Ik heb ook nooit gedacht, ik moet een doel in het leven hebben. Daar zou ik zenuwachtig van worden. Ja. En straks blijkt dat het zingen van psalmen te zijn. Daarbij heb je toch wel eens gedaan. Of je huurzaam, of passen, of je zamen, weet ik veel wat. Maar u bent wel heel actief. En u wordt binnenkort, dat gaan we eens zeggen. Ik ben vooral actief, zodat ik niet thuis op de bank kom te zitten en denk ik, het doel van het leven. En dat misschien, nou ja, ze zei ook dat voordat je het weet heb je leven. Pissed away my life and talk. Ja. Een citaat overigens. Van ook een heel, voor iedereen belangstellend persoon. Ik kocht een boekje, ik denk in 64, dus toen was ik tweede jaar student. En dat heette The Making of the President 1960. Een boekje geschreven door Theodore White. En dat heb ik, ja, ik koop enorm veel boeken die ik helemaal niet lees. Dat moet er nog bij zeggen. De boekhandel zou onmiddellijk failliet gaan als de mensen alleen maar de boeken lazen die ze gekocht hebben. Als ze echt lazen. Ja. Ik schat dat bij de meeste mensen een derde tot de helft blijft staan. Maar ja, ligt er nog wel en ja. Kent dat wel. Niet toch, maar het raakt gelijk aan onder het stof. En dan hoor je dat denk je weg met je wel terug. En dat daar leeft de boekhandel voor een belangrijk gedeelte van. En u weet dat ook van die sportscholen, het leven van mensen die niet komen sporten. Dus ja. Dat is meer dat je een heel goedkoop abonnement. Niet dat ik daar bij persoonlijke ervaring mee heb. Nee, wel. Sport is ook niet goed. Maar je een abonnement aan, die is heel goedkoop, 15 sporturen voor weet ik een aantal tas. En dan na een gemeente denk je, jezus, nou, daar begin ik niet aan. Ik heb in Utrecht in dan kun je naar binnen kijken en dan zie je allemaal van die mensen die met fietsen zijn op een stilstaande fiets. Nou, fietsen en moeders schoten en weet ik veel, maar ga daar niet fietsen. Of ze wandelen met van die dingen, weet je wel. Ja. Dat is waar de vrouwen die van middelbare leeftijd met van die skistokken in het Wilhelminapark. Dat weet ik wel, wat zou dat voor zijn, precies. Ja, je bent zo wel een doel in hun leven. Zou het wat oefend nou is bij mannen als je met skistokken gaat wandelen met je een enkel doel in het leven. Ja, en dat boek dat gaat over dus de presidentsverkiezingen van 1960. En nu eigenlijk feit is van Kennedy, die dat wist ik toen nog niet zo. En nu denk ik ook wel anders over dat boek en over Theodore White. Maar het zette mij wel op het spoor. Ik raakte geïnteresseerd in Amerikaanse presidentsverkiezingen. In allerlei opzichten nog steeds het meest wanlopige politieke gebeuren wat wij in de wereld kennen. En 64 was natuurlijk een stom vervelend jaar, omdat iedereen begreep dat Johnson dit ging winnen. Landslide overwinning in 64, maar 68 was misschien wel het meest dramatische jaar van de presidentsverkiezingen na de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. En daar raakte ik enorm mee geïnteresseerd. Ik heb nog een fantastisch pakboek. Jammer dat ik het niet bij me heb. Je kunt zien wat het doel in mijn leven was toen ik nou, was ik dus toen 25, dat ik daar tijd voor had. Het is ongelooflijk werkelijk. Allemaal keurig uitgeknipt met de Herald Tribune. Hij knipt ook de strips uit. Het is echt het is het meesterwerk van plakken. Ja. Plak en lijnkunst. Ja. Toen is het eigenlijk uitgevonden. Ja, dus ja, sinds die tijd heb ik enorm veel gelezen ook over Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ja, van het een kwam het andere. Die twee scripties gingen niet door. En zo kwam ik verraad gezellig in de Koude Oorlog. Ja. Toen vond ik niet leuk of ik niet wilde promoveren. Hè. Nou ja, dat heeft 12 jaar geduurd. Ja, het geluid is heel passend daar. Dat dacht ik zelf ook. Dan kwam nou dat eerste, de drie onderwerpen heb ik embryonaal afgedreven. Dus die, ja, je bent dan een tijdje bezig. Jij denkt nog dat je het even geleden hebt. En dan na drie kwart jaar denk je wel eens. Trond, vervelend onderwerp is dit, en daar ga ik niet op door. En toen heb ik eigenlijk heel wonderlijk, ja, wat wou deze details, dat zit je op de bank. Nee hoor, ik vroeg alleen maar de aanleiding van die belangstelling voor je. Ja, ik was voor. Dus dat waren die verkiezingen. Nee, ik was voor onderwerp 3 was ik naar Amerika vertrokken om daar research te doen. Met een zo gigantische beurs dat ik het geld
zelfs na een jaar niet ophad, maar goed. En ja, daar was ik flink aan het werk in de bibliotheek van de Butler Library in de Columbia University. En ik vroeg dus allerlei tijdschriften op en zo. Je mag daar, zoals dat heet, in de stacks werken, wat ontzettend fijn is. Zo'n groen lampje en zo, je voelde je er echt happy. Je kon er boven niet tot 11 uur werken. Nou, dan moest je toch bij een Nederlandse bibliotheek verkopen. Als ik ooit ergens bang voor ben geweest, dan voor het damespersoneel van de UB in Utrecht. Dat durf ik totaal niet te zien. En je hoefde maar één foutje te maken en je werd daar afgezekerd. Nou, dat was ongelooflijk werkelijk. Dat ze niet tegen mij hebben gezegd, ik krijg nooit meer een boek, dat valt me nog mee. Ik had gelukkig een heel dun Frans boekje dat La Roche Min weggemaakt. Ik ben niet erg ordelijk. En ik weet niet of dat ze me daar 86 gulden hebben laten betalen. Oh, ja. Ik dacht dat het is. De Ho Chi Minh heb ik nog zelf geschreven, niet te veel ben. Ja, nou, dat is dan ook wel een terecht. Ik nog weinig dan. Ja, en toen zei een jaar daar een ronde balie in de Butler Library, waar allemaal hele jonge dames zaten. In Amerika is dienstverlening iets totaal anders dan Nederland. In Nederland is het precies omgekeerd. Hè? Dus de dienstverleners zijn de baas en jij mag verdomd blij zijn dat je dan toevalligerwijs te woord gestaan wordt. Dan zijn er 17 wachtende voor u, ik ken het wel. En een van die jonge dames zei, god, ik zie dat u dit leest en dat leest en dat leest. Heeft u wel eens gehoord van de Partisan Review? Nooit van gehoord, ja. Bestaat nu niet meer, maar het was ooit een heel dominant, belangrijk intellectueel tijdschrift over kunst, politiek, het ging eigenlijk over. Dus ik dacht, ja, dat is leuk. Omdat ik geen doel in het leven had, dacht ik, dat kan ook weggelegd zijn. Dus ik heb het opgezocht en ik heb 2 dagen in jouw nummers van de Partners Interview zitten en ik denk, dat is mijn proefschrift. En dat is het geworden. Ja. En toen ben ik eigenlijk vrij vlot opgeschoten toen ik. Ja. En toen bent u geen hoogleraar Amerikanistiek geworden? Nee, er was veel gepraat over een lectoraat. En toen was wel het hele lectoraat opgedoekt. Dat was een soort tussenfunctie, ja. Zou ik maar zeggen. Voor mensen die gekke vakken deden. Dus lectoraat oud-Keltisch en zo. Dat je blij was dat je een student had gevangen, dat soort vakken. maar dat is nooit doorgegaan. Nee. Ja, niet dat ik daarmee zat, ik vond het verder best. Het was een heel fijn baantje. Ja, en toen werd het. Je mag schijnt ook niet meer over zeggen, baantje. En tenslotte ben ik volgens mij hoogleraar geworden, omdat ze het vervelend vonden dat ik steeds op televisie was en dat er dan niet kon worden gezegd dat ik professor was. Ja, ik ben echt een letterlijke tv-professor. Ja, ja. Want dat vond het college van bestuur een leuk idee dat ik professor zou zijn. En zo ben ik dat geworden. Daar hoef je verder niks voor te kunnen. Nou. Moet er wel eens iets schrijven? Ja, je moet gepromoveerd zijn. Nou, wel, ik weet hele goede hoogleraren die nooit gepromoveerd zijn. We hadden een wereldberoemde kunsthistoricus in Utrecht, Eddy de Jong. Ik weet niet of het u nog iets zegt. Een fantastische, creatieve kunsthistoricus die een heel vak heeft uitgevonden, iconografie. Hij had een lezing over bezems op 17e-eeuwse schilderijen. Nou, een beetje stil. Ja. Want ik had ze nooit, zwaar me nooit opgevallen. Die bezems, en dan ging hij die lezing en dan keek je naar de schilderijen. Nou, een rainbow van de bezems. En dan wat dingen met die. Nou ja, net als die honden die ook, waar je ook niet zo op let. Maar er staat altijd een hond op die tegen een pilaar staat en wisten. Dat is. Nou ja, dus hij heeft dat type van iconografie uitgevonden. Hè? Als er een vogelkooitje hangt, dat betekent vogelen. En vogelen is een oud woord voor met elkaar naar bed gaan. Ja, ik moet een beetje netjes gaan. Zo hadden we wel het aantal jongeren zo beperkt. Dat is niet verteld als ze niet weten, die is niet groot. Ja, en die was niet gepromoveerd. Hij is ook nog als schande nog gesproken. Ja, hij was journalist geweest en niet gepromoveerd. Hij is het wel geworden. Hij heeft geheel terecht, want hij was een beetje de enige hoogleraar in de halve sector in Utrecht waarover je wel eens las in buitenlandse bladen, voor de rest nooit van leven. Goed, nu ben ik hetzelfde spoor bijster geraakt. Een vraag van mensen die toch ook nog wel even wilden hebben of het. Het nieuwste boek waar meneer Van Rossum mee bezig is. En dat gaat over geluk.
Kunt u er iets over zeggen? Waar gaat het terug? Ja. En hoe bent u zo op het idee gekomen? Ik ben niet op het idee gekomen. Oh, de uitgever. Ja, precies. Ja. Ik heb geen doel in het leven, dus ik dacht niet. Toch wel een idee. Ik ga mijn productie ervaren. Maar goed, de uitgever belde vorig jaar. En volgens mij was geluk het thema van de boekenweek vorig jaar, als ik het goed heb. Of ik niet binnen 4 weken een boekje over geluk kon schrijven. Dus ik, ja, ik heb het druk en ik heb er geen tijd voor enzovoort. En toen sprak ik de uitgever een klein jaar later. En toen zei ik, en ik vond het wel een leuk thema. Dus ik had een boeken besteld, allemaal digitaal. En toen dacht ik, nou, misschien dat ik het toch wel willen schrijven. Toen zei ik, zijn jullie nog steeds open voor een essay? Het is geen boek, het is een boekje. Een essay over geluk, nou, dat waren ze wel. En zo ben ik eraan begonnen, maar nu loop ik al lang achter. En het is zeer dubieus of ik de juiste deadline zou gaan halen, want u weet zo'n boek nog voor de Sinterklaas in de winkel ligt. Ja, ja. Nederlands lezen alleen, of geven alleen boeken cadeau met de Sinterklaas. Ja, ja. Dat was natuurlijk niet gelezen worden. Dus ja, ik heb 3000 woorden geschreven en met speciaal verzoek van de uitgever om veel van mijn eigen gelukservaringen zo in te zetten. En omdat ik juist bekend sta als een ongekende cynicus en mopperaar, leek ze dat enorm komisch om het boek zo aan te kondigen. Ja. De bekendste mopperaar van Nederland gaat schrijven over geluk, hoe is het godsmogelijk? Kijk, ik zie dat ik helemaal geen mopperaar ben, nee. Maar dat ik een zekere stijl van praten heb, een woordkeuze en gelaatsuitdrukking, waardoor je altijd denkt dat ik slecht gehumeurd ben. Wat ik soms wel ben, maar toch eigenlijk vrij zelf. Ja, ja. Nou, minder dan mijn vrouw. Ja, nou, ik woon dus ook in Utrecht, net als Maarten van Rossum. En vanochtend ging ik naar de Albert Heijn en toen kwam ik deze folder, die hing bij iemand aan de deur. En dat wil ik u toch even meegeven. En daarna commentaar vragen, want er is een cursus, een training over geluk. En die zegt dat onderzoek aantoont dat zelfcompassie bijdraagt aan geluk. Een gezonde leefstijl, compassie voor anderen en vermindering van stress, angst en depressie. En het kan door iedereen geleerd worden. Dus we zijn er al. Ja, er is heel veel Amerikaans geluksonderzoek wat dan vaak resulteert in boekjes met praktische leefervaringen. Ja. Hoe je gelukkig wordt is toevallig bewijs niet ben. Hartstikke handig. Je kunt het geluksprobleem op 3 verschillende manieren aanpakken. Je kunt over je eigen geluk schrijven. Dat is het leukste natuurlijk, want dat geeft jezelf weer geluk dat je die geluksmomenten terughaalt. Je kunt de recente wetenschappelijke literatuur kun je bekijken. Die valt eigenlijk in 2 stukken uit elkaar, namelijk de typische Amerikaanse onderzoek wat puur individueel gericht is, namelijk hoe word je gelukkig. Dat kun je vrij kort samenvatten in 7 kalenderwijsheden. We zijn nog niet zover kennen. Nee. Dat kun je samenvatten in 7 kalenderwijsheden, bij wijze van spreken. Het zijn allemaal dingen waar ik denk, god, dat stond volgens mij ook in de schoolagenda. Dat als je iemand kunt helpen, dat je het vooral moet doen. En je moet uitgeven aan rare statusgevoelige rommel. Of geen grote dure auto's, geen dure kleren, maar dat moet je uitgeven aan lollige dingen. En dan is natuurlijk een 3e component, en dat is kun je de samenleving zo inrichten dat er althans meer ruimte is om mensen gelukkig te laten worden. En dan zijn sinds de laatste decennia zijn al 101 lijstjes. Dat begon ook met de Human Development Index, maar ook de Personal Happiness Index. Je hebt de Best Countries to be Born in Index. Daar zijn er al 7 of 8 prominente indexen. Het zijn ook hele vreemde indexen, maar goed, dat is weer wat anders. Maar daar kun je een leuk stukje over schrijven natuurlijk. En al die indexen die hebben een top 10. En altijd staan precies dezelfde landen in de top 10. En het leuke is natuurlijk dat meestal de Scandinavische landen zijn. En dan is natuurlijk Nederland, komt eens op de 6e plek. Soms iets hoger, soms een fractie lager. En dan hebben we natuurlijk Zwitserland, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland. En dan heb je het eigenlijk wel gehad, dan zit je tegen de 10 aan. Ja. En al die landen waarvan u denkt dat ze daar al heel erg gelukkig in de Verenigde Staten. Nou, als die de 14e plek scoren, dan is het al veel. En ze dalen al jaren op die index. Het is ook een van de weinige landen waar onderzoek blijkt dat de moderne Amerikaan minder gelukkig is geworden dan in 40 of 50 jaar geleden was. Wat je te denken geeft over de politieke programma's die daar daadwerkelijk gerealiseerd zijn.
Dus dat is ook een benadering. Wat, is, wat, wat maakt die landen ongeveer, welke noemer kun je gebruiken om te zeggen dat lijkt op elkaar? De mate van gelijkheid in de samenleving blijkt vrij beslissend te zijn over de mate van geluk van de burgers in die samenleving. Waarmee je niet moet denken, niet alle Nederlanders gelukkig zijn, maar daarover zoiets meer. En natuurlijk de mate van ongelijkheid in Amerika, dat is eigenlijk een heel interessant experiment, want dat wordt gemeten met de zogenaamde Gini-coëfficiënt. En Amerika zat vroeger ook al betrekkelijk hoog met die coëfficiënt, maar is nu gestegen tot een ongekend niveau. In de zin dat daar inkomensverdeling in Amerika doet denken aan Mexico, Brazilië en dat type van landen die natuurlijk nooit gedeugd hebben. En als ze zo doorgaan. Maar goed, ze hebben in Brazilië een hele verleden afgevikt, dus daar zijn ze ook vanaf. Ja, toch als je daarover leest, het is wel interessant eigenlijk wat de achtergrond daarvan is. Dat museum dat is al 50 jaar totaal verwaarloosd. Dus je kon er geen cent krijgen, het dak lekte al sinds de Tweede Wereldoorlog. Het was een gruwel. Het is dus eigenlijk een metafoor voor Brazilië zelf. Voor wat een onbeschrijfelijk grote land dat eigenlijk is. Ja. Dus ja, je hebt een heel interessant experiment, namelijk een land wat vroeger vrij normaal was, de Verenigde Staten, althans in het opzicht en ook met aantekeningen, en wat tegenwoordig afbemangen geworden is. Je ziet de effecten zijn onmiddellijk zichtbaar. Wij moeten ook enorm oppassen, want er is natuurlijk sinds de start van het neoliberalisme en de ideologie die daar samenhangt, in neiging om te denken dat het niet zo erg is als de inkomensverschillen oplopen. Omdat juist mensen met grote inkomens, dat zijn investeerders, durfkapitalisten, dynamisch volk en zo, dat is allemaal geloof, dat moet je wel niet geloven. Moet die ING-directeur er een miljoen bij hebben, nee, laten we godsnaam naar het buitenland vertrekken. Nu kan het misschien sowieso uitgeflikkerd worden, dat is niet precies, maar dat zijn hele ongelukkige maatschappelijke trends. Je moet oppassen dat zich dat niet voltrekt. Daar speelt tegenwoordig een tweede probleem tussendoor immigratie, maar daar zullen we het niet over hebben. Dus je kunt het land zo organiseren dat het iets gelukkiger is. Dat is waarschijnlijk heel lastig om trends om te draaien. Dus zorg vooral dat het land als Nederland heeft een relatief kleine inkomensverschillen. Relatief kleine inkomensverschillen. Duitsland wordt nog lager dan wij. Duitsland staat wordt ook weer niet zo hoog op die gelukstabel, misschien omdat ze geen AOW hebben. Ja, in Nederland zijn we overal ontevreden over, zoals u weet, hebben we dat niet. Nu even over Nederland, er is onlangs een rapport gepubliceerd, onlangs afgelopen december een rapport gepubliceerd van het SCP, de sociale staat van Nederland. En het aardige was, ze hadden nu 25 jaar rapporten de sociale staat van Nederland, dus die is een vergelijking van de vorige jaren 90 met de huidige situatie, maar toch wordt 87% van de Nederlanders zegt gelukkig tot zeer gelukkig te zijn. Ja, u gelooft het waarschijnlijk niet eens. Als je naar de televisie kijkt, denk je, waar ze wij zijn die Nederlanders? Omdat je natuurlijk altijd dat gekrakeel van populisten hoort. En ja, dat zijn nou juist de groep die er helemaal niks van moet hebben. Dat klopt wel zo'n beetje. Dan worden nog wat onderverdelingen gemaakt. Ongeveer 15% is niet tevreden. Daar komt het op neer. Nou, als u even kijkt naar de electorale opkomst van populisme, dan zult u zien dat de lijst Pim Fortuyn, dat is de hoogst scorende populistische moment uit de recente geschiedenis, 16% van het electoraat. Daar is Geert ook nooit boven geweest. En nu moeten we vooral hopen dat de populistische stem natuurlijk verdeeld wordt tussen de Baloot van een Boudet en Geert. Want ook de kwestie natuurlijk van die Afghanen, dat heeft Geert ook geen goed gedaan. Het is ook wel interessant dat om te protesteren tegen Geert, is een Afghaan die in Duitsland een asielprocedure had gestart, naar Nederland gekomen en die heeft die twee buitenlanders gestolen. Dat hij dat meteen zag, dat hij beter een buitenlander kon stellen. Dat Geert daar zelf niet aan gedacht heeft, dat kleine mensen enorme risico's zouden lopen met deze slappe, infantiele provocatie poppenkast. Dat is wel droevig. Maar ja, nu heb ik dus een idee wat ik aan het schrijven. Ik heb een inleidingje dat het verrassend is dat de Nederlanders eigenlijk vrij tevreden zijn. En meer omdat, als je ze vraagt, bent u tevreden met uw leven? Ja, 85, 87% tevreden met uw leven.
Fijn huwelijk, gek dat 40% bij echtscheiding op onder wordt, maar fijn huwelijk, leuk werk, fijne straat, en nou ja, interessante kranen, dan wordt er... Daar worden sommige mensen ook gelukkig van. En dan, en dan, gek is, dan wordt gevraagd, vindt u dat het vaderland op de goede weg is? Nee. Met hun gaat het hartstikke goed, maar met ons gaat het slecht. Waar natuurlijk nog eens te over wordt gedemonstreerd dat de meeste mensen niet na kunnen denken, dat ze kennelijk geen relatie zien tussen het geluk in hun eigen leven en het feit dat zich in Nederland afspeelt, dat je niet naar Oeganda hoeft te verhuizen om gelukkig te worden. Maar ze stemmen toch PVV dan omdat ze dat geluk willen houden? Nou, dat weet ik niet. Mijn indruk is dat de PVV stemmen natuurlijk, zoals zo vaak bij stemgedrag, een complex fenomeen is. De hoofdaanzetter daarvan is ongetwijfeld de immigratie. De vrij omvangrijke immigratie, dat we zeggen vooral in de jaren 70, 80 en de vroege jaren 90. Dat was ook niet Pim Fortuyn die met dit issue begon, is als Frits Bolkestein. Iemand die nog door Koot en Wie werd afgebrand als het ruim fascist en dat hij er iets over gezegd had. Het gekste van alles is natuurlijk dat dat notabene Job Cohen een nieuwe vreemdelingenwet heeft gemaakt, die Rita Verdonk vervolgens uitgevoerd heeft. Terwijl Job Cohen altijd werd afgebrand als een Marokkaan of vriend en een halfgaar week de 4 uur en gaan ze bedoelen. Dat is eigenlijk een hele wonderlijke zaak dat het tweede kabinet zich electoraal niet verweerd heeft. Dat is nog steeds vrij raadselachtig eigenlijk. Dus immigratie, ja, maar dat bespelen ook alle anderen. Het blijkt er toch ook voor een belangrijk gedeelte uitkeringstrekkers, mensen die zich weggezet voelen. Mensen die zich niet erkend voelen, mensen die het gevoel hebben dat ze de boot missen. Ik weet niet of je de wijk Feyenoord in Rotterdam al eens bezocht heeft, of Capelle aan de IJssel. He, dat zijn leerzaam om daar eens een middag rond te lopen. Dat kan nog, in dat soort wijken kun je in Amerika niet rondlopen. Hier kan het nog, maar je ziet ook wel dat u hier een geprivilegeerd publiek bent. He. Sowieso, als je binnen de Amsterdamse grachtengordel zit, dan ik weet niet of je allemaal een miljonair bent. Maar geestelijk gezien. Maar is het. Geestelijk zijn we allemaal miljonair. Het is een complex verschijnsel, maar het is ook. Ik weet wel, ik heb me daar aanvankelijk enorme zorgen over gemaakt. En me ook wel iets meer politiek geëngageerd dan ik daarvoor had gedaan. Om die reden. En toen sprak ik André Krauwel, dat is een politicoloog van de VU. En die zei, ja meneer Wolsen, we hebben dat allemaal eruit dat daarna onderzocht en allerlei diepe interviews gehouden en statistisch doorgerekend. En hij zei, naar ons idee zit het maximum zo'n beetje op 15-16%, misschien onder specifieke omstandigheden naar de 20, maar dat is het dan ook. Mm-hmm. Ons werd nu al de afgelopen dagen voortdurend aangekondigd een immense ruk naar rechts in Zweden, maar als je dan even naar de cijfers kijkt, blijkt het 20% te zijn. Wat veel is, want dat zou in Nederland natuurlijk 1/5 deel van de Kamer, dat zijn 30 zetels, dat is veel. Maar het is ook weer niet dat het hele volk daarop stemt, dat is best 2. En dan in Zweden is natuurlijk ook immigratie, maar ja, je ziet. Mensen zijn vooral natuurlijk bang, zoals u weet, voor dingen die niet gebeurd zijn, of die zouden kunnen gebeuren. Ja. Je hebt in Nederland de sterkste anti-vreemdelingenstem is op die plekken waar geen vreemdelingen zijn. Volendam en Os. Het is heel karakteristiek dat bijvoorbeeld in Dresden, daar komt de AfD vandaan, en daar komt ook Pegida vandaan. En Dresden is de grootste Duitse stad met de minste allochtonen. Het gekke is dat als je dus opschuift in Duitsland, wat is dit, straks allemaal zo. Als je opschuift naar het westen, de minste AfD-stad, de geringste AfD-stem in heel Duitsland was Münster. Dan komen ze zo dicht bij Nederland weer. Nou, dat is het. Het geeft aan wat de Nederlandse media volstrekt onvoldoende aangeven, is dat de DDR, dat is een mislukt landje wat er nog steeds als het ware in zit en wat bot staat van de rest van de wereld. Ook omdat ze het gevoel hebben dat ze een halve eeuw de boot gemist hebben. Stel je voor dat je hele land wordt opgedoekt met de normen en de waarden, de instituties aan de Berlijnse Universiteit zijn. Het zijn tientallen hoogleraren dan zo aan het opportant uitgeflikkerd omdat ze tot het oude regime hoorden. En vandaar die spanning tussen Westies en Ossies. Hoewel ze de uitkering hebben gekregen op het West-Duitse niveau, wat misschien niet het Nederlandse niveau is, maar toch heel behoorlijk.
Maar ik, ja, je kan me daar wel iets bij voorstellen. Maar nogmaals, dat zou veel duidelijk, als je iets wil in de eenmalige DDR, dan ga je naar het Westen. Als je een knappe vrouw bent en migreer je aan het schiet naar het Westen, want dan kom je eens tegen lul, kom je aan een heel aantrekkelijke, goed verdienende echtgenoot die in de DDR niet te vinden zijn. En wie heeft dat publiek gezien in Chemnitz? Hè? Je zult maar in Chemnitz wonen. Net of je hier woont, bij wijze van spreken. Er zijn allerlei plekken op de wereld waar de wereld gewoon in de afgelopen 50 jaar afgeschaft is. Als je in een kleine Franse stad woont waar de hoogoven dicht is gegaan en de mijnen ook dicht is gegaan, ja, dan sta je wel allemaal in de pen. Ja. Ja. Dat was toch niet de bedoeling dat we het hier allemaal over zouden hebben? Ik heb 3 minuten voor een serieuze beschouwing. Is er onder u die nog een vraag wil stellen aan Maarten van Rossum? Dan hebben we daar inderdaad nog 3 minuten voor. Zo niet. Nou, misschien. Ja. Ja. De Nederlandse schoolkinderen worden tot de gelukkigste. Ja. De wereld. Ja. Heeft u duidelijk? De Nederlandse schoolkinderen, de vraag is het niet zo dat? En zo is het inderdaad dat de Nederlandse schoolkinderen gerekend worden tot de gelukkigste schoolkinderen ter wereld. Dat komt vooral omdat zij geen zak hoeven te leren bij ons op school. Ze zijn enorm gelukkig. Ja. Laat ik daar zeggen waarom ik dit zei. Ja. Iets overdreven, maar alles wat ik zeg is iets overdreven. Ja. Want anders zakt het niet in. Weet je, dat is in het onderwijs, je kan alles 3 keer zeggen en een beetje overdrijven, en dan weten ze het toch wel over een jaar. Ja, mijn kinderen hebben op de werkplaats gezeten. Werkplaats kindergemeenschap, een klassiek voorbeeld van een idealistische school met idealistische beginselen. Wat een klote school. Wat een waardeloze school die zijn beloftes niet waar maakte. Dat zou me aan persoonlijke attentie zouden krijgen bij ons gaan kijken. Het was 1 grote chaos. En jongens, ze liepen allemaal maar een beetje door elkaar en ze klooiden maar wat raken. Ze hadden een takensysteem. Mijn zoon die was wel goed in taal, die deed een taalstukje en had een hele goede vriend, die was prima in wiskunde. Samen is deze die taak even, daar waren ze woensdagmiddag klaar en dan lazen ze donderdag en vrijdag stripboeken. Op zichzelf vaak heel instructief, ik weet dat Kuifje in feite een overzicht biedt van de wereldgeschiedenis zonder weerga. Ja, het was niet in overeenstemming met. Toen hebben we mijn dochter daar verplaatst en die is eerst naar een hele traditionele school in Utrecht gegaan. En die ouders, dat waren allemaal van die lui met lode jassen en een Volvo stationcar. U kent dat wel. Ik wil ook weer niemand voor de kop stoten, maar de speciaal genus is dat. En daarna wou ze naar het christelijk gym. En wat mij betreft, de vlagheid voor het christelijk gym, dat ook allemaal heel traditioneel. Er zat een beetje orde in en zo. Dus in die zin, dat bedoelde ik met dat onderwijs. Laat ik er nu iets positiefs zeggen over dat onderwijs. Al is het vanzelfsprekend ook bijzonder positief over degene die ik aan mijn familie heb nagelaten. Maar mijn oudste kleinzoon, die was naar groep 3 gegaan. U weet, eerst heb je het heel wat 1 en 2. Dan moet je dan vreubelen en yoga oefeningetjes doen en dat soort dingen. Ik ben een beetje klaar met die yoga. Dat is een van de ergste dingen in die Amerikaanse geluksboekjes, dat gelul over die Boeddha. Zakkenwasser. Ja, wat zijn de sterkste dat je uit de wereld terug moet trekken? Je moet proberen je volledig los te maken van ambities, van illusies. Nou ja, dan is er helemaal geen bomen. Natuurlijk, als je dat doet, dan hoef je niet te leven. Hè? Kun je thuis gaan zitten en je moet eruit doorkijken. Nou ja, dat is een ander programma. Toen was hij naar groep 3 gegaan en ik denk dat het begin oktober was, ik kan ook eind oktober zeggen, maar ik wil ik even vanaf zijn. En ik lees graag voor. Begrijpt wel dat ik iemand ben die graag voorleest. Ja. Ik ben graag aan het woord. De breedste zin van het woord. Je mag af en toe wel eens even zeggen, maar niet te veel toch. Misschien is dat ook wel een goede aanleiding om dan. Ik zeg maar een klein soort verhaal van je. Ik zeg tegen mijn kleine, zal ik je even voorlezen. Een brief van de koning, is dat niet? Die jurie, hartstikke mooi. Ja, had ik ook al eens een keer aan kinderen voorgelezen. Ik zal er nog iets meer over voorlezen. En toen zei hij tot mijn verrassing tegen mij, nee, dat hoeft niet, ik ga jou voorlezen. En toen zat hij dus 2 maanden in groep 3.
En hij las mij prima de luxe voor. Dus ik dacht, één ding doen ze dan kennelijk wel goed. Want ze hebben een verrekt snel lezen geleerd. Nou is het ook een enorm clever ventje. Ja. Want in familie slaat dat als de generatie over. Ja. Dus, ja. Daar heb je ook een heel slim kleinkind. Ja. Dat je verbaasd bent dat ze zo slim zijn. Hè? Ja. Want dit is fabuleus wat kinderen leren in de eerste vijf levensjaren. Wist u dat zwerfkinderen kunnen overleven als ze vijf zijn en een piereentje? Dus ja, het zou wel fijn voor ze zijn, maar toch het kan. Wat allemaal geeft hoe wonderbaarlijk dat leerproces eigenlijk verloopt. Meneer Van Rossum, we zijn door de tijd. Mag ik u vragen, want u bent een, u leest graag voor. En u zei ook dat er mensen zijn die om de onverklaarbare reden het idee hebben dat u niet een vrolijke optimist bent. Dat is niet waar en ik heb daar een voorbeeldje van gevonden in de draagbare Van Rossum. En ik zou u willen vragen om dit stukje even voor te lezen. Tot slot. Ja. Je mag ook dit stuk alleen nemen dus als het te lang is. Maar... Ja, ik wil nog even zeggen, ik ben ook geen optimist, ik ben een realist. Ja. En alleen, kijk, optimisten die denken zeker te weten dat de toekomst niet zo'n prachtige dingen zal brengen, wat het cool is, want we weten niks over de toekomst. Ja, ik hoorde Louise zeggen dat de Chinezen planning hebben voor het jaar 2100, dat is gewoon wezenloos gelul. En ze hebben natuurlijk niet de flauwste idee wat er over het is 82 jaar gaat gebeuren. Dat weten ze net zo min als wij weten. In die zin heb ik begrepen dat grote bedrijven die wel degelijk serieus aan planning doen en vaak een hele planningsafdeling hebben, daar is de planning een jaar of 10 maximaal. En als je natuurlijk even 10 jaar aftrekt van waar we nu zijn, dan ziet u 2008, en toen waren we net in die financiële ellende gestort. En als je er even 30 jaar van aftrekt, of als je even uitgaat van de jaren 60, wat we toen dachten, daar is helemaal niets, maar 0,0 van uitgekomen. Denk maar eens aan films die dus 30 jaar geleden of 40 jaar geleden zijn gemaakt en die in de toekomst spelen. Nou, dan kun je echt de hele avond, dan lig je krom van het lachen, over de onzin die je daar te zien krijgt. Denk aan al die auto's die iets plotseling opstijgen, omdat kennelijk de zwaartekracht is afgeschaft over 50 jaar, dachten we. Dus ik wil maar zeggen, planningen van die Chinezen, dat is een beetje... We gaan het zien. Dat slappe gelul, dat hebben we ooit over de Amerikanen gehoord. Dat ze alles beter konden en wel met wij helemaal achterliepen. En nu zijn dat de Chinezen geworden. Alles beter kunnen. Maar ik moet dat nog zien. Het is een dictatuur en die ontbreekt op het essentiële punt aan flexibiliteit. Hè? Daar is te weinig rommel. Ik weet niet of u dat weet, maar wie rommel op zijn bureau heeft, heeft een gezonde geest. Ja. En twee personen met het meest fantastische opgeruimde bureau waren Adolf Hitler en Mussolini. Ja, dat is echt waar. Ik kan dat ook mee zijn. Ja, ik ook. Ik zeg dat natuurlijk alleen omdat er bij mij een ontzaglijke puin zo is. Dat heb ik natuurlijk ook wel. Dus gewoon bureau, wat had ik gezegd dat Einstein ook de boel goed opgeruimd had. Ja, zou ik dan het hele stuk lezen? Ja. Over de mogelijke effecten van de klimaatverandering bestaat geen eensgezindheid. Sommigen vrezen voor apocalyptische effecten, lees de correspondent. Denk bijvoorbeeld aan de fameuze film An Inconvenient Truth van Al Gore. Terwijl anderen terughoudender zijn in hun voorspellingen. Aangezien de veranderingen zich over een relatief lange tijdspanne zullen voltrekken, als Groenland doorsmelt, in dit tempo duurt het 700 jaar voordat de ijskap weg is. Dat blijkt maar een hele behoorlijk inleidende periode om maatregelen te treffen. En wil Antarctica in zijn geheel smelten, dan duurt het 5000 jaar. Is het u nooit opgevallen dat je na zo'n strenge winter krijgt de eerste warme dagen in maart, maar dan hebben mensen in het parken bij ons hele grote van die sneeuwballen gemaakt. En die liggen er vaak maar 3-4 weken liggen ze er nog. Dan het feit dat het een stuk warmer is geworden. Nou, denk daar maar eens over na. Even kijken. Zich over een relatief lange tijdspanne zullen voltrekken. Lijken er ook goede kansen voor een geleidelijke maar creatieve aanpassing. Ook in de afgelopen honderden jaren hebben zich flinke temperatuurschommelingen voorgedaan die niet onmiddellijk hebben geleid tot het einde der tijden. Denk u aan de kleine ijstijd in de 17e eeuw. Voor de complexe problemen van het Afrikaanse continent zijn vanzelfsprekend geen simpele oplossingen voorhanden,
dan is het wel duidelijk in welke richting die moeten worden gezocht. De Afrikaanse landen zijn bovenal het slachtoffer van hun incompetente en corrupte politieke en militaire elites. Een enkel Afrikaans land, bijvoorbeeld Botswana, wordt vrij bekwaam bestuurd en dan blijkt ook daar dynamische ontwikkeling, economische ontwikkeling mogelijk. Dat er alle reden is voor een gematigd optimisme, is bovenal het gevolg van de technologische creativiteit van de mens, die weer het product is van de ingewikkelde interactie tussen het werk van pragmatische knutselaars en de vorderingen van de wetenschap. Ik ken geen goede reden om te veronderstellen dat aan die creativiteit plotseling een einde zou komen. Amen. Ja, ik ben, zoals u nu wel heeft begrepen, ik ben enorm onder de indruk van de creativiteit van de mens. En natuurlijk het feit dat we de wetenschap georganiseerd hebben. En ik heb daar alle vertrouwen in. Als u ook optimistisch wil worden, of als u een beetje tegenwicht wil bieden aan al die apocalyptische praat die u steeds te horen krijgt, neem een abonnement op het tijdschrift De Ingenieur. Dat is een maandblad. En dat is prachtig in kleuren geïllustreerd. En elke maand als ik dat lees, dan denk ik, hoe is het mogelijk wat ze nu weer uitgevonden hebben? Dingen waar je geen moment aan had gedacht. En waarvan je denkt, als we het zo gaan doen, dan is van jou alles mogelijk. Je moet het even organiseren, het moet even gedaan worden. Maar het kan. Je hebt geen idee wat nu al in principe kan. Kijk die schaal ook. Kijk die schaal.